Hallo iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Veerle en vandaag zijn we hier terug voor een nieuwe video. In deze video ga ik over mijn eigen budget van de maand september. En als dat iets is dat jou interesseert, stay tuned. Oké. Zo, welkom terug op mijn kanaal. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Ik spreek een beetje door de neus, want ik heb met het sinusiet gezeten en nog altijd. Vandaar ook mijn excuses. Maar we zijn weer al weekend, dus het is weer al tijd om onze cash enveloppen te vullen. En ook september, dus ik zou graag mijn budget opmaken van september. Als je een terugkerende abonnee bent, dank jullie wel voor te klikken op deze nieuwe video. En ben je nieuw hier op mijn kanaal en je vindt het leuk wat je ziet, aarzel dan zeker niet om op de abonneeknop te drukken en ook op de notification bell, zodanig dat je altijd op de hoogte bent van als ik een nieuwe video upload. Zoals je ziet, ik heb een nieuwe binder gekocht. Ik ben graag iemand die knutselt, die kleurt, die me van kleuren houdt. En ook om het mij zo aangenaam mogelijk te maken, dat het mij ook niet gaat gaan vervelen, dan ga ik wel eens iets anders proberen. En ik ben hier in onze buurt in een boekenwinkel dit mooie schrift tegengekomen van het merk Carpe Diem. Het is een B5 projectboek met zo'n mooie ring. En hij kost geen €9,90. De prijs hangt er nog op. Dus van deze met die ringen van de Happy Planner die ik dus zelf maakte, ga ik naar een zo bulky niet misschien dan, denk ik, van Carpe Diem. Hij heeft 4 bladaanduiders, wat jammer is natuurlijk, want ik wil hem wel graag een beetje langer gebruiken dan voor 4 maanden. Maar ze zijn wel gelukkig uitneembaar, dus ik kan ze wel gaan versteken of ik kan ze zelfs eventueel zelf gaan maken in een geplastificeerd blad met gewoon haartjes in te maken. Dan zie ik dan wel later. Maar vandaag, dus voor deze video, gaat het dus voornamelijk over het budget van september. Ik heb ook al zo vooral mijn notities opgehangen om het mijn gemak mijn eigen budgetboek van te maken. Ik neem natuurlijk ook wel notities van onder andere de Budgetmam, want die gaat nu zelfs ook terug een eigen boek gaan uitbrengen, een budgetboek. Ik denk zelfs ook in een PDF-vorm dat je het kunt afprinten, dus alle mogelijkheden zijn mogelijk, zal ik maar zeggen. En momenteel volg ik ook de dame uit Engeland, She's on a Budget. Die heeft zelfs haar fulltime job opgezegd om dus een voltijds YouTuber, budget-YouTuber te zijn, en die geeft ook een Etsy shop, maar dat vind ik persoonlijk, en zeker nu dat het van de UK komt, wel een beetje duur om dan ook wel budgetproof te gaan werken. Zoals ik al zei, ik knutsel zelf graag, dus ik ga zelf iets in elkaar knutselen, met natuurlijk verwijzingen van deze 2 dames. Ja, ik zou zeggen, ga ook eens kijken als het jullie interesseert. Dus ik ga naar september. En op Google vind je genoeg kalenders om af te printen en om in te kleven. Dat was mijn handboek. Of zelfs voor gewoon te tekenen. Maar ik vind dat dan een extra dikte aan mijn papier. Want dit papier is dus 80 gram. Het is wel qua kwaliteit goed. Maar voor gebruik van stiften mag het wel ietsje dikker zijn. Want het kan wel gaan doordrukken of doorbloeden, dan ze zeggen. Ik ga nu vlug mijn betalingen en mijn vaste kosten en wanneer ik mijn loon krijg, ga ik hier gaan aanduiden. Dan kom ik terug.
komt uit een ander boekje, maar dat past hier heel mooi in. Dus ik heb een mooie bladwijzer. Dus zover zijn we al. Op de volgende bladzijde ga ik, het is ook gemakkelijk dat je het zo kunt maken, ga ik dus mijn budget opschrijven van de maand september. Dus voor een volledige maand. Ik ga de layout maken en dan kom ik met jullie terug. Alles is gekleefd. We zijn hier terug. Dus ik heb op de zondag mijn wekelijkse challenges opgeschreven. En ik heb langs deze kant dan ook de klevers geplakt wanneer ik mijn boodschappen ga doen in die week. En wanneer ik het budget daarvoor nodig heb. Dus ik heb 4 maal het budget nodig. Dan heb ik ook, zoals je ziet, de groene is wanneer ik loon ontvang. En de rode zijn vaste kosten, dat ik zeker weet. Dan sla ik mijn blad om en heb ik eigenlijk mijn september budget dus volledig uitgeschreven voor heel de maand. Later ga ik dan dus per loon een budget uitschrijven. Maar voor vandaag is het dus het septemberbudget. Ik heb dus een kolom waar ik mijn inkomen in noteer. Ik krijg inkomen van mijn rollover die dus rest van augustus. Plus het deel dat mijn man van zijn bank overschrijft, maar die budgetteer ik niet, dat doet hij zelf. Dan heb ik mijn 2 verschillende lonen en ik schrijf daar ook andere bij, want als ik tekort kom voor alles te betalen, kan ik nog altijd inkomen hebben van mijn bijjob, mijn bijverdiensten. Dan heb ik ook een onderverdeling in mijn vaste kosten en mijn variabele kosten. De vaste kosten weet ik dat ik ga hebben deze maand. Pensioensparen van 82,5 Enico, dus dat is als elektriciteit en de gas, is 275,13 euro. Dan hebben we Belgacom, ongeveer 140 euro. Dat kan minder zijn, dus dat kan ik hier op het einde van de maand innoteren als het mocht veranderen. En dan weet ik ook zeker mijn vaste kost dat ik 910 euro ga nodig hebben om dus te kunnen leven door het gebruik te maken van de cash enveloppen. En dat geeft een totaal van 1407,63 euro. Ik schrijf dit hier in potlood, want ja, het kan nog veranderen. Er kunnen nog kosten bijkomen die dan eigenlijk wel bij de variabele kost komen. Sinking Fund schrijf ik bij mijn variabele kost, omdat dat dus ook kan gaan verschillen hoeveel ik kan in mijn Sinking Fund gaan stuffen met dat loon, met dat loonbudget. Dus dat vul ik niet in, omdat dat ik eigenlijk niet op voorhand weet. Dat ga ik dan invullen als ik mijn eindtotaal maak. Wat ik wel weet is dat ik ga moeten benzine nemen. Ik schipper dan ook zo'n beetje benzine van mijn voltijdse job. En ook benzine van mijn bijberoep. Als make-up artist doe ik ook wel veel de weg. Maar dan neem ik dat dan van mijn bijberoep. Ik spendeer, ik budgetteer hiervoor 100 euro. Dan ook voor mijn challenge die ik iedere week ga proberen te doen. Budgetteer ik 565 euro. Ik heb dus voor mijn gemak terug mijn 100 enveloppen al getrokken, omdat ik dan weet wat ik me moet verwachten. Doe je dat zo? En dan weet ik ook dat de maand september het einde is van mijn beurtenkaart bij de Kini voor mijn rug. Ik weet ook dat ik ongeveer 200 euro zal nodig hebben om die rekening te betalen. Er is nog plaats over. Dus ik denk wel op de maand september, school en toestanden, dat er wel nog zullen kosten bijkomen. Maar daarvoor heb ik ook wel mijn sinking funds, dus kan ik het aanvullen. Een totaal van variabele kosten komt hier dan op 865. Het totaal komt dan op 2272,63 euro. Maar ik heb die 200 euro van mijn rollover nog niet bijgerekend. Dat is zo'n budget dat ik zeker houd om over te brengen naar de volgende maand. Dus naar de maand oktober. Dat we met iets kunnen beginnen. Dat ik weet dat ik dat zeker niet mag gaan spenderen. Als we dat daarbij rekenen, komen we dus op een totaal van 2472,63 euro voor de maand september. En ik ga dan van de week verder doen met mijn nieuw budgetschrift aan te vullen. Zo zie je maar, als je grof je budget van de maand uitrekent, dat je toch weet wat bedrag men toch nodig heeft om eigenlijk wel de basics te kunnen voldoen. Natuurlijk, ik heb het geluk dat ik deze challenge kan doen. Mocht dit niet het geval zijn, dan valt dit weg. Mocht het een minder budget zijn deze maand. Maar dat zien we dan wel. En we kunnen er ook naartoe leven om het toch te volbrengen. Hè? Van alle beetjes helpen. Toch?
Bedankt voor het kijken naar deze video van mijn budget voor september. Vind je dit een interessante video? Doe dan zeker de duimpjes omhoog. Daarmee help je mijn kanaal enorm mee vooruit. En dan zie ik je graag in een volgende video. Dag!